Het was in 2003 een mega-succes, de soap over Frans Bauer die op RTL4 werd uitgezonden. Nu, dik twintig jaar later, is het vervolg te zien op Slands meest bekeken tv-zender NPO1. De eerste aflevering werd gisteravond door ruim 1,4 miljoen mensen bekeken en daarmee is het een gigantisch succes, schrijft kijkcijferautoriteit Tina Nijkamp. Tina vindt het echt een prestatie, schrijft ze op haar analysekanaal. Wauw. Wat een geweldige score! Frans Bauer en zijn familie zijn ook na ruim 20 jaar super populair. De Bauers verslaan het grote achtuurjournaal uurjournaal en zetten ook in de commerciële doelgroep 25 tot 54 jaar een prachtige score neer van 21,8%. Wat is de conclusie van Tina? De Bauers are back! Hoe staan die cijfers in verhouding tot de cijfers in 2003? Toen haalde de bestscorende reguliere aflevering ruim 2,2 miljoen kijkers en de kerstaflevering 2,8 miljoen kijkers. Qua marktaandeel zijn de scores van de bestscorende reguliere aflevering vergelijkbaar met nu. Waar er toen 34,5% marktaandeel werd genoteerd in de algemene doelgroep, is dat nu 29,6%. Oftewel, vergelijkbaar. In vergelijking met 20 jaar geleden wordt er lineair minder tv gekeken, dus daarom geven marktaandelen een goed beeld, legt Tina uit. Frans en zijn familie verpletteren de concurrentie, RTL4 scoorde met Secret Duet slechts 679.000 kijkers en SBS6 met het roer om 638.000. Minder dan de helft dus van Frans Bauer. Hij en zijn gezin zijn de kijkcijfer Koninklijke Familie van vandaag. Een grote kijkcijfertaart zal zeker worden bezorgd vandaag. Maurice Wijnen, de musicalmanier die ook nog bekend is van vroegere TV-shows als X-Factor, vindt de cijfers meer dan verdiend. De bouwers geven die TV-familie uit Noordwijk even een masterclass in het maken van wel leuke reality-tv. Tuurlijk, ook geregisseerd, maar desondanks, zo'n stuk echter, zegt hij op X en dat is natuurlijk een keiharde sneer aan het adres van de Noordwijkse meilandjes. Zeker weten, zonder gegil, zegt ene Carla. En Leni, gezellig gezin en niet zo gemaakt dan die wijnen wijnen.